Het ongeval met de kraanwagen op 13 september heeft de brug zodanig beschadigd dat het gevaarlijk is om eronder door te rijden. Samen met de gemeente en de politie besluit de STAR de weg af te laten zetten. Maar de versperring wordt steeds opgeruimd. Die blokken wegen 1200 kilogram per stuk. En die hebben we hier niet voor niks neergezet. Ik wil het je graag laten zien wat boven dan de situatie is. Want dat is echt, dat is een gevaar voor de weggebruikers als die weg zijn. Loop maar even mee. Het bestuur van de museumspoorlijn is woedend over het telkens maar weer opruimen van de versperring. Hier hangt 2000 kilogram aan staal. Helemaal los. Als dat naar beneden komt, u wil niet weten wat er gebeurt. Dat worden dodelijke ongevallen en dat is onverantwoord. Wie haalt dan die blokken weg? Ja, wisten we dat maar. Dat is iemand die daar de moed voor neemt om dat met een shovel te doen. Dat is het enige wat ons bekend is en voor de rest. Want u heeft daar foto's van gemaakt? We hebben er foto's van en we hopen dat de politie daar verder iets mee kan doen. Want u heeft aangifte gedaan? We hebben aangifte gedaan. Om reden van, er wordt hier voor andere weggebruikers een gevaarlijke situatie gecreëerd. En dat kan niemand zich veroorloven dus. De vermoedelijke dader is volgens de STAR een landbouwer met een shovel uit Gasteter Boerveense Mond. En met de foto als bewijsmateriaal in de hand is de politie op bezoek geweest bij deze landbouwer. En hij ontkent. Hij wilde ook niet voor onze camera reageren. De landbouwer wordt overigens nog wel als verdachte gezien volgens de politie.